Factor 10 is een evenement voor de jeugd uit Haaksbergen. En dat organiseren wij voor de 9e keer. Het is een muziekevenement met uitgaansmuziek. Wanneer wordt dat gehouden? We organiseren dat op 13 januari aanstaande, volgende week zaterdag. En dat doen we bij het Haag in Haaksbergen. Wat kan men bij deze editie allemaal verwachten? Nou, je ziet het achter mij. We hebben dit jaar Tony Junior op het programma staan. Met Sven Elias. Sven Elias is DJ uit Enschede. En Tony Junior, dat is een bekende internationale DJ die ook op grote festivals heeft gedraaid, zoals de Zwarte Cross, maar ook bijvoorbeeld Mysteryland. Waarom hebben jullie voor deze artiesten gekozen? We wouden eigenlijk een keer wat anders. In het verleden hadden we altijd een soort DJ-act die wat meer interactie had met het publiek. Een soort disco bingo of Rave van Fortuyn hadden we vorig jaar. En dit jaar wilden we eigenlijk een keer echt wat anders doen en vandaar dat we gekozen hebben voor deze act. Jullie proberen ieder jaar toch iets anders te doen, waarom? We vinden dat we ons moeten blijven onderscheiden en niet vast moeten blijven zitten in het verleden. Dus we willen ook blijven vernieuwen, dat vinden we zelf ook heel erg leuk. En we zien ook gewoon dat we, met name de jongere doelgroep eigenlijk, toch wel een keer wel weer wat anders wil. Dus vandaar. Welke doelgroep praten we dan over? Factor 10 is vanaf 18 jaar. En ik denk dat als we een beetje kijken naar de doelgroep die er komt, dan heb je toch echt over mensen van 20, 21 plus tot een jaar of 26 wel. Ik zie dat je alleen maar hebt over de zaterdag. Wat doen we de zondag? De zondag gaat dit jaar niet door. We hadden in het verleden inderdaad een zondagmiddagprogramma met Factor 10 Live. Met allemaal live muziek en bands. Maar dat hebben we dit jaar niet meer georganiseerd. Omdat we daar niet echt de schoen in kregen die we hadden gehoopt. Dus die staat dit jaar niet op het programma. Ik heb wel eens gehoord iets met panda's. Wat is dat? Ja, klopt. Wij hebben samen met Zonnestraal Festival een nieuw podium. En dat wordt echt een losse zaal. En er draait eigenlijk een line-up van Zonnestraal Festival. En dat podium hebben wij het Pandaberenbos genoemd. Dat draait Nikki Vanetti en Tom Sebo. En dat hele zaaltje dat wordt helemaal aangekleed en verzorgd door Zonnestraal Festival. Als men interesse voor dit evenement heeft, moet men kaarten kopen of kan men zo terecht hier? Men moet kaarten kopen. Dat kan online en aan de deur, zolang de voorraad strekt, op is op. Online kan dat op www.factor10.nl. En aan de deur natuurlijk, als er nog kaarten zijn. Succes. Dankjewel.